Hallo, goedemorgen en welkom terug hier live vanuit de Abdij van Middelburg, waar we jullie meenemen door de Zuidwestelijke Delta. De kennisdag van de Zuidwestelijke Delta en we gaan beginnen aan blok 2, waarin we het gaan hebben over morfologie, ecosysteemkennis en kansen voor de natuur in de Voordelta. En bij mij is aangesloten Sander Terlouw. Jij bent senior ecoloog voor de Zuidwestelijke Delta bij Stadsbosbeheer. Goedemorgen Sander. Goedemorgen. Welkom, fijn dat je er bent. We zien ook al op het scherm klaarzitten Ad van der Spek van Deltaris, die ons zo alles gaat vertellen over de morfologie. En ook Wouter van Steenis van Natuurmonumenten, waarmee we straks aan het einde van dit blok in gesprek gaan over kansen voor de natuur. En Menno Bart van Eerde staat ook hier al klaar in de startblokken om te vertellen wat hij heeft uitgevonden in 15 jaar monitoren van die Voordelta. Dus een hoop kennis die dit blok weer gaat ervaren. Een aantal van jullie is al de hele ochtend bij ons. Die hebben ook actief meegedaan in de virtuele koffiepauze. En ik zie een opmerking van Almer. Die zegt, ja, wacht even, ik probeer die koffie in te komen, maar die is gesloten. Ja, dat klopt. Na een minuut of vijf, op het moment dat de mensen in kleine groepjes uiteen gaan, heb ik hem dichtgezet, zodat niet voortdurend weer allemaal nieuwe mensen erbij komen. Maar ik heb goed nieuws, Almer. Over een uur doen we het nog een keer. Virtuele koffie. En als ik zo die gezichten en die glimlachen van de deelnemers zag, moet je daar zeker bij zijn. Sander, we hebben een kennisdag en we hebben een blok over morfologie en ecosysteemkennis. Jij bent betrokken geweest bij de mensen die dit blok hebben samengesteld. Waar gaan we het over hebben de komende uur? We gaan het hebben over de kansen voor natuurontwikkeling in de Voordelta en de kustzone. We zien in de delta dat er heel veel kenmerkende deltawaarden van de natuur onder druk staan. Mm-hmm. De zeespiegelstijging, schorren verdwijnen onder water. We zien ook druk op de natuurgebieden in de duinen. Heel veel recreatie, vooral om de afgelopen periode zie je dat heel veel mensen de natuur in gaan. Dat is natuurlijk hartstikke goed, maar je ziet wel dat dat gaat knellen op een gegeven moment. Ja. En hier willen we graag gaan verkennen van kunnen we de Voordelta en de kustzone gebruiken, het sediment wat daar zit, om de natuurwaarde in de delta te vergroten en misschien ook wel die recreatieve waarde te vergroten. Ja, precies. En we gaan dus luisteren naar een tweetal presentaties, maar daarna krijgen we hier een interactief tafelgesprek. Daar kun jij zelf ook aan meedoen. Je kan beïnvloeden wat hier gebeurt via onze Slido-applicatie. En Wouter, daar kun ik dus ook vragen aan onze kijkers stellen. En ik heb dus over die stellingen ook even neergelegd bij ze. Is het mogelijk om met sediment dat je neerlegt voor veiligheid ook kansen te creëren voor de natuur? Als je het nog niet gedaan hebt, vul even in wat jij ervan vindt, Kronen mee. Wat denk jij? Is dat mogelijk, die waterveiligheid en natuur samen? Ik hoop dat we over een uur kunnen concluderen dat dat mogelijk is. Ja. Nou, we hebben makkelijk publiek. Want als ik kijk naar de uitslag van de mensen die tot nu toe gestemd hebben, zegt 97% ja zeker. Dus de vraag is niet of dat kan, maar wat we gaan beantwoorden in dit uur is hoe dan? En daar hopen we samen achter te komen. Ja. Mocht je nou onderweg vragen, ideeën, gedachten hebben, gebruik dan ook deze applicatie om je vragen in te sturen. Of als je vraag van iemand anders ziet en je zegt, hey, die vind ik echt goed, geef die vraag een duimpje, zodat dat de eerste is die Sander en ik gaan voorleggen aan onze sprekers. Goed, laten we beginnen. Ik zag hem al even op het scherm. We zagen hem al even op het scherm. Een specialist lange termijn kustontwikkeling. Hij doet dat vaak samen met Albert Oost. Maar Albert is vandaag niet hier fysiek, maar op vakantie. Wellicht wel online aan deelnemen. Albert, goedemorgen als je kijkt. Maar we hebben nu live verbinding met Ad van der Spek, senior adviseur bij Deltaris. Goedemorgen, Ad. Goedemorgen, Gerrit. Goed jou hier te zien. Ik heb vanmorgen deze uitzending geopend met een fantastische quote die jij mij eerder deze week vertelde. Namelijk, iets wat er niet is, kun je niet beheren. Maar iets wat je weet dat er komt, daar kun je een plan van maken. En volgens mij ga jij ons meenemen in een verhaal waardoor we dat hopelijk allemaal beter zullen gaan kunnen. Ga je gang. Ja, lijkt me een goed idee. Dankjewel. Nou, goedemorgen allemaal. Ik begin gewoon met mijn presentatie. Oké, de presentatie gaat over de nieuwe Zuidwestelijke Delta met zand in overvloed, vraagteken. Ik ga het hebben over de afsluitingen van de zeegaten en het veranderen van de buitendelta's die daar een gevolg van zijn. Allereerst wil ik iets laten zien over het deltagebied. En het deltagebied is een gebied dat eigenlijk altijd in ontwikkeling is. Hier aan de linkerkant zien we een reconstructie van het deltagebied zoals het er zeg maar, in de Romeinse tijd uitzag. En eigenlijk wat je ziet in donkerbruin is een heel groot kustmoeras waar een aantal riviermondingen doorheen stromen. Dit is de Scheldemonding, dit is de monding van de Maas en dit is de belangrijkste tak van de Rijn. Een paar honderd jaar later zien we dat dat hele kustmoeras eigenlijk verdwenen is en kijken we naar een heel groot waddengebied.
Dat waddengebied is ontstaan doordat het veen wat daar was weggegraven is en ontwaterd is, waardoor de zee heel makkelijk in kon breken en er een landschap ontstond van zandige eilanden, grote geulen en slikkige platen. En weer een paar eeuwen later zien we eigenlijk dat dat landschap heel erg veranderd is. Het donkergroen geeft aan dat grote gebieden al bedijkt zijn en we zien dat de rol van de verschillende zeegaten aan het veranderen is. De Oosterschelde is langzaam bezig, zeg maar, de belangrijkste getijweg te worden. De Oude Maasloop is aan het verzanden en er is hier een nieuwe tak ontstaan. Nou, ook in de recente tijd zien we dat er nogal het nodige verandert. Dit is een overzicht van zeg maar de zeegaten en de buitendelta's in de jaren 60. Dit is zoals het een jaar of 10 geleden uitzag. En we zien hier eigenlijk wat de verschillen zijn. De rode en de gele kleuren geven aan wat ondieper is geworden. De blauwe kleuren geven aan wat dieper is geworden. Kortom, er is een heleboel aan het veranderen. Ik heb hier een slide die iets vertelt over de afsluiting van de Brielse Maas in 1950. En dat was een afsluiting voordat er überhaupt een deltaplan was. Maar ook in die tijd werd er al nagedacht over de rol van de estuaria in de waterveiligheid. En we weten dat het Maasestuarium was aan het verzanden en de rol van de Brielse Maas nam steeds verder af. Er kwam steeds minder water, rivierwater uit en daardoor nam de verzilting van het gebied toe. In 1950 is het gebied afgesloten. Dit is de situatie in 1950 voor de afsluiting. Dit is de situatie met een dam erin. En 10 jaar later zien we eigenlijk dat het gebied enorm veranderd is. Dit is het eiland Rozenburg. Dit is het natuurgebied De Beer. De monding van de Nieuwe Waterweg vinden we hier. We zien in 10 jaar tijd na de afsluiting dat dit buitengebied enorm aan het eroderen is. Er is een hele grote langgerekte zandplaat ontstaan. De Westplaat. Die zien we hier eigenlijk veel in detail. We zien dat de geulen die het estuarium inliepen aan het opvullen zijn. En we zien dat de restanten van de geulen, zoals hier het Brielse gat en het Sluizengat, die zijn van oriëntatie veranderd. En dit is eigenlijk een soort case study die heel snel liet zien wat er gaat veranderen als je een zeegat afsluit. En eigenlijk is dit patroon, dus kleiner worden van de buitendelta, het vormen van banken, het opvullen van geulen en het bijdraaien van de rest van de geulen, is iets wat we in alle afsluitingen terug gaan zien. Na 1950 zijn er 2 belangrijke ontwikkelingen. Uiteraard de stormvloedramp van 1953 die het deltaplan triggerde. En de uitbreiding van de haven van Rotterdam. Hier zien we dezelfde luchtfoto als die we net zagen. En dit kaartje laat zien hoe de haven van Rotterdam is eigenlijk uitgebreid. In de jaren 60 is op Rozenburg Europoort aangelegd. Hier zien we nog de dam van de afsluiting van de Brielse Maas. In de jaren 60 is er een tweede dam neergelegd, de Brielse Gatdam, die samenhangt met de bouw van de Maasvlakte, de eerste Maasvlakte. In de jaren 80 is de Slufter voor de berging van baggerspecie gebouwd. En een jaar of 10 geleden is de tweede Maasvlakte hier aangelegd. Dit is ook voor de ontwikkeling van met name het noordelijk deel van de Voordelta een belangrijke ontwikkeling. Wat verandert er als je een zeegat afsluit? Dan moeten we eerst even kijken naar wat is nu eigenlijk een buitendelta. Hier hebben we een schetsmatige tekening van Joma Kleveringa, een collega bij Arcadis. En als je het zeegat bekijkt tussen 2 eilanden, dit is een eiland, dit is een eiland, dit is het zeegat. En het getij stroomt naar binnen en naar buiten. Dat getij neemt zand en slip mee naar binnen en naar buiten. En als dat snelstromende water, want het stroomt door een nauwe opening, weer op zee komt, dan stroomt het minder snel en kan het zand niet meer meenemen, waardoor er hier zand afgezet wordt. Dan ontstaat dus een ondiepte hier, maar de golven die van zee naar het land toe komen, die vinden dat niet zo leuk. Die breken op die ondiepte en brengen dat zand voor een deel weer terug. En dat is een balans die ervoor zorgt dat buitendelta een bepaalde omvang heeft. Op het moment dat je die buitendelta of de getijstroming afsluit door een dam in te leggen, dan zie je eigenlijk dat die getijinvloed afneemt ten opzichte van de golfinvloed. En de golven gaan al dat zand, wat hier ooit afgezet is, terug transporteren naar de kust. Met als gevolg dat er hier een heleboel zandophoping plaatsvindt. En dat zie je dan in de vorm van een grote zandbank. Verder is de instroom van het getij natuurlijk niet meer mogelijk. En dus gaat het getij vooral langs stromen. Het getij langs de kust in Nederland komt vanuit het zuiden en loopt naar het noorden. En die getijbeweging die gaat dan de hoofdoorzaak van getijbeweging zijn.
Dus de invloed van de golven neemt ten opzichte van de invloed van het getij toe, waardoor het zand landwaarts getransporteerd wordt. Dit is eigenlijk het patroon wat je steeds ziet. Dit kunnen we op basis van wat we hebben gezien over de afgelopen decennia, kunnen we eigenlijk samenvatten in een conceptueel model voor de ontwikkeling van een buitendelta na afsluiting. We beginnen met fase 1, de stabiele fase. Dat is deze fase waarin we eigenlijk zien wat ik net heb laten zien. Het getij brengt zand naar buiten, de golven brengen het zand weer terug naar de kust. En die situatie is min of meer stabiel. Dat wil niet zeggen dat die statisch is. Er zijn allerlei kleinschalige en graduele veranderingen, maar de veranderingen zijn heel geleidelijk. Dan komt de verstoring en dan zien we dat hetzelfde plaatje ontstaan als we zagen bij de afsluiting van de Bielse Maas. De rand van het buitengebied wordt geërodeerd door de golven. Er wordt een bank opgebouwd. De geulen, het landwaartse deel van de geulen, valt op met slip. En de restanten van de geulen oriënteren zich op het noord-zuid stromende getij. Die aanpassing gaat heel snel. Dan moet je denken aan de orde van een aantal tientallen jaren. En daarna zien we dat het gebied langzaam doorontwikkelt, maar dat gaat veel langzamer. En wat je ziet is eigenlijk dat die opvulling gaat steeds verder. Die zandbank die verdwijnt. En dat zien we dan in dit plaatje. Dit is een voorbeeld uit de Haarvlietmonding, waarbij die hele mooie lange rechte zandbank eigenlijk doorgebroken is. Dat zand wordt naar binnen, zeg maar, uitgesmeerd en vormt daar een waddengebied. Er is hier nog één geul aanwezig, dat is het slijkgat. Maar die blijft eigenlijk alleen maar bestaan dankzij baggeren, omdat het een vaargeul is. En uiteindelijk, dat is dan een toekomstvoorspelling, denken we dat het gebied zo ver opvult dat het de kustlijn uitbreidt. Gaan we nu kijken wat er gebeurd is in de verschillende mondingen. Dan kunnen we dit in een tabelletje samenvatten. We hebben hier de Haringvlietmonding, de Grevelingenmonding, de Oosterscheldemonding en de Westerscheldemonding. De Haringvliet is afgesloten met een dam met erin sluizen. De Grevelingen is helemaal afgesloten met een dam. De Oosterschelde is afgesloten met stroomvloedkering. En de Westerschelde is helemaal niet afgesloten. Gaan we nu kijken wat de veranderingen zijn. Dan zien we in het Haringvliet erosie van de buitenrand. We zien de opbouw van de zandbank, de hinderplaat. We zien een enorme opvulling van de geulen, waarbij slip een belangrijke rol speelt. En we zien dat bijdraaien van die geulen in die noord-zuid richting. Voor de rest kunnen we constateren dat de sedimentbalans voor het Haringvliet heeft een hele positieve balans. Dat betekent dat er naast het verplaatsen van het aanwezige zand nog heel veel zand bij komt. En, dat is ook heel belangrijk voor het Haringvliet, het ligt heel beschut door de uitbouw van met name de Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte, is het gebied steeds meer in de luw te komen liggen, waardoor de sedimentatie ook op grote schaal plaats kan vinden. Kijken we naar de Grevelingen, dan zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Erosie van die buitenrand, opbouw van die bank. We zien opvulling van de geulen, met name vlak voor de dam. En we zien het bijdraaien van de geulen. De sedimentbalans van de Grevelingen is echter niet zo, is niet positief. De Grevelingen verliest een hoop sediment, met name naar het noorden, of naar het noordoosten kan ik beter zeggen, langs de kust van Goeree naar de Haringvlietmonding. Er komt wel een beetje bij hier in het zuiden, via het Krabbegat, maar zeg maar, het netto effect is waarschijnlijk toch wel dat de Grevelingenmonding sediment verliest. En de beschutting is daar niet zo heel groot. Hij ligt beschut, zeg maar, voor wind en golf uit het zuiden door de kust van Schouwen. Maar vanuit het westen en noordwesten ligt het gebied helemaal open. Dus relatief minder sediment dan de Haringvlietmonding en een veel opener situatie. Kijken we naar de Oosterschelde, daarbij moeten we dan in de gaten houden dat voor de aanleg van de stormvloedkering de Oosterschelde de andere kant ontwikkelde. De buitendelta groeide en de geulen werden dieper. Nou, met de constructie van de stormvloedkering zien we dat die geulen een beetje invullen. Dat is wat we hier zien, geel en dat blauw. Er is een klein beetje erosie aan de buitenkant, maar ook weer enige aanvulling. Het opbouwen van een zandbank zien we eigenlijk helemaal niet. De geulen vullen ook niet in. Maar wat we heel erg sterk zien, en dan met name op de banjaard, is dat de geulen die hier zijn zich heel erg richten op het noord-zuidgetij. De sedimentbalans voor de Oosterscheldemonding, daarvan weten we eigenlijk niet precies of het nou positief of negatief is. En beschut is het gebied zeker niet. Gaan we naar de Westerscheldemonding, waar eigenlijk geen ingrepen zijn geweest, dan zien we dat het gebied eigenlijk niet heel veel veranderd is, in ieder geval nauwelijks door natuurlijke oorzaken. We zien hier heel veel blauw, dat is baggerwerk in de Wielingen. We zien hier heel veel geel, dat heeft te maken met de uitbreiding van de haven van Zeebrugge. En we zien hier enig
geel en blauw. En dat heeft vooral te maken met het verleggen van geulen. De Westerscheldemonding is dus niet beschut en de sedimentbalans die kunnen we ook niet helemaal duiden op dit moment. Wat gebeurt er nu precies en wat kunnen we daarmee? Kijken we naar het Haringvliet, dan zien we dat we gaan van een soort vogelpootachtig geulpatroon. Zien we dan na de afsluiting ontstaan van een langgerekte bank, de hinderbank. En we zien dat in de recente situatie dat gebied eigenlijk veel meer een waddengebied is geworden met platen die droogvallen tijdens laagwater. Hier nog wat detail. Luchtfoto's, dit is de meest recente situatie, zoals je die op Google Earth ziet. En als we nu kijken naar dit gebied, dan zien we eigenlijk twee interessante natuurontwikkelingen. We zien dat de inham bij Oostvoorne, dit is de Maasvlakte, dit is de voormalige Slufter, dit is Voorne, Oostvoorne ligt hier. Dan zien we dat dit gebied eigenlijk een groot kweldergebied aan boord is. Er wordt heel veel slip afgezet en daarmee is daar een hele eigen natuurlijke successie ontstaan. Weliswaar gevoed met heel sediment uit de buurt, maar het gebied ontwikkelt zich naar een kweldergebied. Gaan we naar Goeree, de kust van Goeree, daar zien we dat er door een enorme aanvoer van zand langs de kust hier een aantal strandhaken zijn ontstaan. Tussen die strandhaken zijn kweldergebieden ontstaan, een soort van slufters, en hier ontstaat ook een heel nieuw natuurgebied. Dit is dus ook een gevolg van de ingreep. Er zijn dus steeds meer intergetijdengebieden aan het ontstaan en wat we daarmee kunnen, dat is natuurlijk leuk om een plan voor te maken. Kijken we naar de Grevelingen. Ook daar zien we dan weer grote aanpassingen. De rand erodeert, we zien die banken ontstaan. Hier hebben we een dwarsdoorsnede waarbij je eigenlijk kunt zien wat er gebeurt. In blauw hebben we de oorspronkelijke situatie. We zien een mooie, rechte, zeewaartse rand die vrij ondiep is. We zien vrij diepe geulen. In rood is de recente situatie. We zien dat die rand heel erg geërodeerd is. Hier is die bank ontstaan en eigenlijk al die platen die er waren zijn verdwenen en het materiaal ligt nu in de geul. Wat kunnen we verwachten in de Grevelingenmonding? We zien eigenlijk dat die platen die zijn aan het verplaatsen, maar ze worden wel steeds groter. Er zijn allerlei ideeën om de gradiënt tussen buiten, waar het zout is, en binnen, waar het ook zout is, maar waar heel weinig stroming is, om die te herstellen. Waarbij je dan in feite, wat mijn collega Albert Oost, een zandig ecoduct kunt voorstellen. Dus de eilanden zijn verbonden door een zandige zone, terwijl er onder die zandige zone verbinding tussen binnen en buiten is. Dat is een nieuwe situatie die zou kunnen ontstaan. En daar liggen allerlei kansen om gradiënten weer te herstellen. En gebruik te maken van het zand wat omhoog groeit totdat het intergetijde platen zijn. Kijken we naar de Oosterschelde. Dit is de situatie van de Oosterscheldemonding op het moment van de afsluiting. Dit is de recente situatie. En dan zien we eigenlijk dat er niet zo heel veel veranderd is. We zien hier met name op de banjaard grote veranderingen. Let even op deze geul, het Krabbegat. Het Krabbegat is van oriëntatie veranderd en heeft hier een groot ondiep gebied uitgebouwd. De geulen hebben een veel duidelijker noord-zuid oriëntatie gekregen. En eigenlijk zien we dat die buitenrand een klein beetje aan het eroderen is. Voor de Oosterschelde is natuurlijk wel cruciaal van wat gaan we op termijn met die stormvloedkering doen. En de stormvloedkering kunnen we handhaven als stormvloedkering. Maar misschien kun je ook wel nadenken over, kunnen we die stormvloedkering niet gebruiken om de ergste klap van de stormvloed op te vangen. Maar als het water er dan overheen komt, dan hebben we altijd nog, dat gaat heel traag. En je hebt dan de dijken langs de Oosterschelde nog. Misschien moet je daar iets mee. Maar op die manier kun je nadenken over van hoe gaan we de Oosterscheldemonding en de Oosterschelde zelf misschien weer aan elkaar koppelen of meer aan elkaar koppelen dan nu. En ook daar kun je dan weer nadenken over zo'n zandig ecoduct. Of misschien wel op de lange termijn alsnog een zandsluiting. Het zijn alleen maar suggesties van wat er zou kunnen gebeuren. Of wat je zou kunnen doen. Dit is nog wel een interessant experiment. Op de kop van Schouwen is om allerlei redenen, waaronder een pilot, om te kijken wat gebeurt er als je de duinen in gang laat gaan en ze niet steeds aanvult met suppletiezand, wat er dan gebeurt. En het effect van één keer suppleren is dat er grote gaten zich ontwikkelden, veel meer zand naar binnen stoof. Wat een verjongend effect had op vegetatie en wat allerlei nadelige verruigingsontwikkelingen tegen kan gaan. Dit is een interessant experiment en daarmee zou je natuurlijk ook nog veel meer kunnen doen. Kijken we tenslotte naar de Westerscheldemonding. Daar zien we eigenlijk dat er niet zo heel veel veranderd is. De natuurlijke ontwikkelingen gaan heel langzaam.
En er zijn geen ingrepen. Dus ook hier is er niet heel veel veranderd. Kijken we hier nog een keer naar de sedimentatie-erosieplaatjes, dan zien we hier met name baggerwerk, sedimentatie ten gevolge van de uitbreiding van zeebruggen. En we zien hier wat dynamiek van geulen en platen. Er wordt nagedacht over experimenten in de Westerscheldemonding om zogenaamde sedimentpilots te doen. En daar hopen we dan van te leren wat er kan gebeuren, wat je er kunt met dit gebied. En dat was het. Dank u wel. Dankjewel, Ad van der Spek. We geven jou een grote virtueel applaus. Ik hoop dat je het hoort. Door heel Nederland zitten mensen achter de computer te klappen. Maar, precies. Wat ook leuk is, en daar wil ik toch even een duim omhoog voor geven, is dat Marijn en Pieter de Boer en Gerrit Rentier ook al met vragen beginnen te komen. Blijf kijken, want Ad blijft nog het hele uur bij ons. En in het laatste deel gaan we ook zoveel mogelijk van jullie vragen beantwoorden. Even naar mijn co-host hier, Sander Terlouw, als ecoloog bij Stadsbosbeheer. Wat hoor jij? Wat voor inzichten doe jij op als je luistert naar deze uiteenzetting van Ad? Je ziet dat je dus wel iedere monding apart moet beschouwen. Er zitten hele grote verschillen tussen die mondingen. En daar liggen denk ik ook dus hele grote verschillen in kansen voor natuurontwikkeling tussen die mondingen. Ja. En dat maakt dit volgens mij heel mooi duidelijk van waar kan je nou vanuit de natuurlijke situatie wat? Ja. En waar zal het misschien moeilijker zijn of waar moet je misschien actiever ingrijpen? Wil je daar ook nog wat voor elkaar krijgen? Ja, en welke vraag roept dat dan op bij jou aan Ad? Als je naar hem luistert, hij gaat eigenlijk al die mondingen af en laat zien wat hebben wij daar als mens gedaan en wat kunnen we dan verwachten? Ja, ik vooral de vraag die ik nog heb van wat kan je dan dus ook met die kustsuppleties? Er wordt natuurlijk heel veel gesuppleerd in die kust. En wat is daar dan de invloed van op die situatie die net geschetst is? Ad, geef eens een voorzetje. Ook dat verschilt wel heel erg per monding. De suppleties die je ziet zijn eigenlijk vooral voor het compenseren van verliezen. En ja, de belangrijkste aanpassing die je ziet in die mondingsgebieden is een grote herverdeling van sediment. En dat betekent dat sommige functies door die herverdeling een beetje in de knel komen. En dat is dan de reden om daar een suppletie toe te passen. En zo is bijvoorbeeld de punt van Voorne is enorm versterkt een aantal jaren geleden, omdat waar die vroeger in de luwte lag van banken, ligt die dat nu niet meer en wordt die aangepakt door golven en erodeert. Nou, dat is niet een wenselijke situatie, dus wordt die versterkt. Aan de andere kant, kijk je naar de Grevelingenmonding, daar wordt amper gesuppleerd. Kijk je naar de Kop van Schouwen, daar heb je eigenlijk van oudsher het probleem met geulen die vlak voor de kop liggen en golven die die kop aanpakken. En dat zal altijd een plek blijven waar je moet suppleren. Maar je ziet dat door te spelen met die suppleties. Kijk naar dat experiment waarbij je een keer niet suppleert en denkt van deze duinen zijn niet heel breed, laten we eens kijken wat er gebeurt als je niet suppleert. Kun je die ontwikkelingen kun je wel sturen. Ja. Dus ik denk dat daar zeer zeker een kans zit. Interessant. Nou, gaan we zo over doorpraten. En tot slot, we zijn hartstikke live. Ik word heel terecht, dankjewel Gitte, terecht gewezen door Gitte, dat er niet alleen applaus voor jou klinkt door heel Nederland, Ad, maar ook door Vlaanderen en ver daarbuiten. Dus dankjewel Gitte. Ik ben jullie niet vergeten. Goed dat je dat even aanvult. Ad, we horen zo meer van jou. We gaan door naar het tweede deel van het tweede blok. De voordelta. Sander, voordat we hem erbij halen, waarom is het interessant om zo te gaan luisteren naar Menno Bart? Wij hebben natuurlijk allemaal ideeën van wat we met die voordelta zouden moeten doen of zouden moeten kunnen doen. Zowel qua waterveiligheid als qua natuurontwikkeling. Maar wat zijn nou de effecten op die voordelta? Want daar zitten natuurlijk al waarden. En wat zijn die waarden dan? Ja. Je wil niet zomaar die bestaande waarden om zeep helpen door een leuk ideetje wat je bedenkt. Precies. Dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Dus kennis hebben we opgedaan? En als er nou één iemand is die veel weet van wat er zit, hoe het leeft en hoe je het meet en hoe je het niet meet, de uitdagingen, het functioneren van het kennissysteem en de kennisleemtes en onzekerheden, fluister die me toe, dan is het Menno Bart van der Eerde. Menno Bart, kom erbij. Je bent senior adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat en in die rol de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest, al 15 jaar, voor de monitoring van dat gebied om te kijken wat daar gebeurt naar aanleiding van de grote verandering in dat gebied, onder andere het aanleggen van de Maasvlakte. Ja, dat klopt. En jij gaat vandaag in een kwartier proberen je belangrijkste inzichten die je uit dat onderzoek hebt gedaan met ons te delen. Ja, een beetje in vogelvlucht zullen we doen. In vogelvlucht, prachtig. Ga je gaan. Ja, even kijken of dit werkt.
Ik ga jullie iets vertellen over het onderzoek wat we gedaan hebben. We hebben dat aangestuurd vanuit Rijkswaterstaat, Deltares, Wageningen Marine Research en 5 marktpartijen. Allemaal onderzoekers hebben dus meer dan 10 jaar gewerkt aan heel veel data verzamelen. Die zijn nu allemaal op een rij. Dus prachtige eindrapportage geleverd. En ik ga proberen een klein beetje jullie daar doorheen te nemen. En een beetje met focus op zeg maar het sediment, de bodem, de kwaliteit van die bodem en ook in biologische zin natuurlijk. Nou, eens even kijken of dit lukt. 15 jaar dus. Het mooie van het project was, we begonnen dus met de vraag natuurlijk van hoe meet je dat nou? Nou, multidisciplinair hebben we gezegd, niet alleen maar vogels of alleen maar bentos, maar gewoon probeer verschillende gebieden van wetenschap de revue te laten passeren. Integraal, kijk naar dwarsverbanden. Hè? Dus probeer conclusies breder te trekken. En ja, mag het ook een tijdje duren, dat onderzoek. Dus niet 2 jaar onderzoek, conclusies trekken en dan weer iets anders gaan doen. Maar we wisten al, we gaan in een heel dynamisch gebied gaan we onderzoek doen. Maar ja, dat zal dus ook opleveren dat je dus pieken en dalen krijgt. Dus voordat je wat kan zeggen, moet je dus wel even wat tijd hebben. Nou, waar ging het om? Aanleiding voor ons was de Maasvlakte 2. Dus zo'n 2.500 hectare, een kleine 2.455 hectare van Natura 2000 gebied Voordelta ging verloren. Dat werd immers haven, dus dat werd er afgehaald. En daar moest een serieuze compensatie voor komen. Nou, je gaat geen Zeeuws land weer onder water zetten door nieuw habitat te maken. Dus was het idee, die kwaliteit van een deel van het gebied Voordelta moet hoger worden. Nou, daarvoor was bedacht, daar komt een natuurcompensatieprogramma en dat gaan wij focussen op een stukje bodembeschermingsgebied, zo heette dat. Dus een gebied ongeveer 10 keer zo groot als het gebied dat verloren ging, moest 10% in kwaliteit, allemaal grote containerbegrippen, beter worden. Ja. Dat was ons vertrek in 2009. En jullie moesten gaan meten of dat ging lukken? Dat was de uitdaging eigenlijk, ja. voor iedereen. Iedereen wist wel van, nou, we gaan hier gewoon goed werk doen, vast. Hè, want het wordt serieus aangepakt. Er was ook geld voor, dat is ook heel belangrijk. Dus het hoefde niet voor niks. En het mocht ook een tijd duren. Maar dan natuurlijk van jaar tot jaar die vraag van, zijn we er al? Zie je al wat? Nou, enzovoort, enzovoort. Dus ik ga jullie daar nu kort doorheen voeren. We wilden dus eigenlijk dat habitattype voor een deel een boost geven. En dat heet dan in Europese zin habitattype 11-10b. Nou, dat zijn de permanent overstroomde zandbanken. Dynamische kust, Ad zei het net al. En we hadden die kwaliteitsimpuls. En dan hadden we ook nog 3 vogelsoorten. De zwarte zeeëend, de grote stern en de visdief. Daar ga ik nu wat minder op in, want dan zou ik hier een heel uur kunnen vullen. Maar laten we eens gaan kijken naar die onderwaterbodem. Wat heeft dat nou dan opgeleverd? En wat waren onze ideeën? Nou is het punt dat wij als mensen en als onderzoekers natuurlijk die bodem niet direct zien. We moeten veel al het doen met het nemen van monsters. We zien die vogels vliegen, zoals je hier die visdieven over het water ziet gaan. Dus 5 tot 8, soms meer dan 10 meter diep. Dus met andere woorden, ja, je moet het allemaal indirect doen. Dus we hadden een heel monsterprogramma met boxcores en bodemschaven om die bodem te karakteriseren. En dat was daarvoor natuurlijk ook wel gedaan, dus er waren ook al metingen, maar niet zo gedetailleerd als wij het wilden doen. Want onze opdracht om dat verschil te meten, van zou het dan beter gaan of niet, ja, dat was niet eenvoudig. Dus het ging om enorme rijen met potten die allemaal naar de laboratoria gingen. En het uitzoeken van de monsters bijvoorbeeld duurde alleen al een jaar voordat je wist, oké, nou zijn we een jaar verder, maar we zijn ook een jaar verder, ja, in de tijd. Dus alleen dat al. Nou, en dat dan dus 15 jaar lang. Nou, hier zie je even die Voordelta met die verschillende gebieden erin. Die kleinere rode lijn, dat is dat bodembeschermingsgebied. En je ziet ook nog een aantal rustgebieden die aangewezen zijn. Dus het idee was, die kwaliteit, die zou kunnen bestaan uit het verbeteren van het bodemleven. En aan de andere kant, als vogels meer rust zouden hebben om van dat voedsel te kunnen exploiteren, ja, dan zou dus daarmee ook de reisafstand bijvoorbeeld, zeg maar gewoon in economische, biologisch-economische termen, zou het gewoon makkelijker zijn om aan de kost te komen. En daarmee zou je dus ook een impuls kunnen geven. Nou, we deden natuurlijk een heleboel dingen, dat zie je hier op deze slide staan, onderzoek en monitoring. Dus we keken dus naar vele, vele zaken. En het idee was dus heel simpel, 10% kwaliteitsverbetering in een gebied dat 10 keer zo groot is als dat gebied wat verloren gaat. Hou dat goed in de gaten. Nou, dan hadden we, net als we hier nu staan met kennisdeling op zo'n dag,
hadden wij ook maatschappelijk overleg voor Delta. Er is een hele groep geweest en die bestaat nog, de tafel van de borging, zodat ook de NGO's en de stakeholders meegenomen werden in dat proces. Dus niet onderzoekers trekken zich terug en na 10 jaar komt er een rapport. Nee, probeer ook redelijk frequent met elkaar in interactie te zijn. Laat ook zien in het veld, hier zie je die boei van ja, waar ligt dat bodembeschermingsgebied nou? Geef dat ook aan vissers dat ze daar dus dan niet moeten komen op bepaalde perioden. Nou, een hele lange tijdperiode, T0. Dus wij waren al actief voordat die Maasvlakte er kwam. In 2004 tot 2007. Nou, dan heb je de T1 met een evaluatiemoment, een T2 enzovoort. En we zijn nu dus in 2020 en we gaan dus concluderen. Nog even in vogelvlucht die plaatjes, die drie vogelsoorten en het gebied. En uiteindelijk gaat het ons dus om de draagkracht. Begrijp je daar iets van die verbanden? En dan zal ik niet zeggen, ik weet er nu alles van. Jij zal zeggen misschien van ja, na 15 jaar moet je het nu toch wel weten. Hè? Je bent zoveel miljoen verder. En dan komen de antwoorden, die komen daar gewoon op de rol. En dat had men al gedacht na 5 jaar. Hè? Want ja, een aantal mensen vroegen ons al van ja, en wat kan je al zeggen? Zit het er al in? Het zal toch wel. Want iedereen... Even een verhelderende vraag, ja. Meneer Bart. Draagkracht van een systeem, ja. Wat is dat? Dus eigenlijk moet je, ik zei net al, de biologische economie. Hè? De ja, draagkracht van wat kan er leven bij... Hoeveel biologisch leven kan dit, ja, systeem aan? Gegeven nutriënten, gegeven verstoring door predatoren, gegeven allerlei zaken. Dus wat kan er leven bij het areaal en de productiviteit van dat areaal? Nou, denkschema's door Deltares ontwikkeld. Ook wel van belang om even te noemen dat je zegt, nou niet zomaar in het wilde weg onderzoek doen. Maar we hebben dus goed nagedacht over de relaties die er zijn. Om dan ook goede antwoorden te kunnen geven op deelrelaties en dat uiteindelijk op te bossen tot die eindvraag. Nou, dan zie je hier plaatjes van te land, te zee en in de lucht. Sternsten hadden gele vleugels, die moesten we volgen. Er werd gevist, ook proefgevist. Nou, dat is eigenlijk bijzonder interessant geweest, want dat is nog nooit zo intensief gebeurd. Dit stukje kustzee is nou bijna lek geprikt. Dat is even gekscherend, maar toch wel dat je zegt, nou ligt dus dat eindrapport, dat ligt er. En, pas op je woordkeus, want mensen die minder wetenschappelijk onderlegd zijn, denken misschien, oh ja, je hebt zoveel monsters genomen, je hebt die hele bodem verpest. Precies. Maar nee, wetenschappelijk gezien heel veel monsters. Nou maar ja, wij hadden schaal... dus tussen de 200 en 400 punten waar we alleen al de bodemfauna op hebben gecontroleerd. Ja. Maar ja, als je dat dan uitdrukt in het areaal wat je dan werkelijk wegneemt, dan is dat natuurlijk precies. Een zand... Maar dat is even belangrijk om te duiden. Wetenschappelijk gezien lek geprikt. Ja. Precies. En 4 rapporten in het parallele spoor. Door ook dus niet te zeggen van nou ja, één groep wetenschappers weet alles. Maar er zijn ook andere mensen die een net iets andere kijk misschien hebben. Zodat we zeker zijn over onze uitspraken. Nou, hier zie je de link naar de rapportage. Dat is op zich ook wel mooi. Want we zijn nu in dat moment van het afronden en het trekken van conclusies en het delen van die kennis. Dat is een heel traject. Dus daar is een stakeholder traject voor opgezet en dat staat nu allemaal online en dan zie je hier de link naar. Dat is misschien goed om, als je meer wil weten, van kijk nog eens naar die rapportages. Dat is een prachtig inzichtelijk spoor. Nou, dan dat bodembeschermingsgebied. Hoe ging dat nou eigenlijk en wat hebben we kunnen vaststellen? Dus die maatregel was eigenlijk dat de boomkorvisserij, dus dat is eigenlijk een grote visserij met wekkerkettingen toen nog, die dus bedoeld was om door de toplaag van dat sediment te trekken, om die platvis, daar ging het hun om, op te jagen en dan vervolgens te vangen. Vervolgens maak je natuurlijk dat hele bodemleven dan ook wel even helemaal 3 keer over de kop. Deel van de vissen wordt weggevangen die je niet wil hebben, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, er was een verwachting dat die boomkorvisserij, nou ja, dat is toch iets, als je die nou zou stoppen in een deel van je terrein, dan zou dat moeten kunnen leiden tot een kwaliteitsimpuls van dat terrein. Ja. Dan hebben we dat allemaal gemeten. Ik ga daar straks nog iets dieper op in. En eigenlijk is het dus niet gerealiseerd. Dat is een hele harde conclusie. Wat is niet gerealiseerd? Die 10%? 10% kwaliteitsverbetering. Exact. Nou moet je je ook realiseren dat wij toen we op weg gingen niet precies duidelijk hadden van wat is dan die kwaliteit? Ja, ik heb de vraag even ingeslikt toen je begon, want ik wist dat nog kwam. Ja. 10%. Wij begonnen bijvoorbeeld met biomassa, bodemdierenbiomassa. Hè? Dat is dus de totale hoeveelheid. In kilo's. Ja, in kilo's. Vlees, vers, droog, kan allemaal. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt, nou, ik wil het aantal soorten weten. Of ik wil het aantal langlevende soorten weten. Of het aantal hele zeldzame soorten. Structuur. Er zijn meerdere maten denkbaar om kwaliteit te definiëren. En dat hebben we vanaf het begin af ook gemeten. Maar we vertrokken heel trouw met de
standaard opdracht, meet de 10% biomassa. Uitgedrukt in biomassa. Ja. En nou bleek dus bij de laatste serie analyses, en dat is dan ook wel weer grappig, hè? Dus moet je voorstellen, die laatste 3 jaar die er nog bijgekomen zijn, jaarlijks bepaald, en nu is de eindrapportage daar. En we hadden al een synthese gemaakt in 2018. Nu is het 20, die laatste 3 jaar bijgeanalyseerd. En nu pas zie je dus eigenlijk die verbanden helderder voor ogen dan ooit. En dat is toch wel heel een compliment voor de onderzoekers. Dat ze dus die taaiheid hadden om dus tot die eindconclusies te kunnen komen. Maar ook de inzichten die erachter liggen. Van waar komt het nou door? Daar ga ik nou straks iets over vertellen. Ja, we hangen aan je lippen, ja, maar ik kijk ook op de klok. Dus ja, kom op. Maar bijvoorbeeld was het zo dat die biomassa, die was dus hoger daar waar veel gevist werd. En dat was dat niet lijkt verwacht. Vreemd. Dat lijkt vreemd. Ja. En daar wil je dan dus meer van weten. Hoe kan dat nou? Nou, ik ga jullie daar nu even in meenemen. Er is dus een hele hoge variabiliteit. Die beesten die hebben soms jongen, soms niet. Soms zijn er predatoren, soms zijn er stormen. Dat speelt allemaal mee. Maar de netto-trend die was er ook. Die boomkorvisserij in die voordelta die ging dus eigenlijk al op zijn retour voordat de maatregel van kracht werd. Dat is ook gek. Die was al aan het afnemen, ook buiten het gebied wat later dus bodembeschermingsgebied is gaan heten. Dus dat zijn allemaal zaken. En de garnalenvisserij, die werd op dat moment heel belangrijk gevonden. En men dacht, nou ja, dat is toch een lichtere vorm van bodemberoering. Voor Zeeland ook heel belangrijk. Stellendam, grote vissershaven. Dus laat die dan vooral nog doorgaan met hun bodemberoering. Maar zeiden ze tegen mij, doe wel onderzoek naar wat het voor effect heeft. Mm-hmm. Want ja, je weet maar nooit. Dat hebben we ook gedaan. Nou, ik ga daar nu wat van laten zien. Dus met andere woorden, best wel complex, want die vissers die vertrokken al en garnalenvissers die kwamen dus wat talrijker. En hier zie je dus even een plaatje van al die stippen. Ik zei net lek geprikt. Ja. Nou, hier zie je zo'n plaatje. Dus in 2004, 2005 nog geen maasvlakte in beeld. Je ziet dus bovenin, zie je dan met dat cirkeltje, het gebied waar de maasvlakte 2 is gekomen. En je ziet hier dus het aantal, zeg maar, de soorten rijkdom. Hè, het aantal, dus hoe aantal donkerder de stip, hoe rijker de biodiversiteit. Ja, je zou dat zo zeggen. En dan zie je dus gelijk al een ruimtelijk patroon. Kun je heel, heel lang op studeren, hebben ze ook allemaal gedaan. Maar onthoud ook wel dat het maasvlakte 2 gebied niet zomaar een witte vlek was van, nou ja, ook nog eraf gegaan. Nee, maar dat stelde ook wel wat voor. Het was in ieder geval gemiddeld tot misschien zelfs voor sommige soorten bovengemiddeld. Maar je ziet ook die Noord-Zuid gradient er heel duidelijk in terug. Als je dan kijkt, dan zien we dus dat heel veel soorten toch wel terugkomen. Ook die boomkorvisserij die neemt af. Maar als je dan gaat kijken van welke soorten nemen dan toe, dan zijn het vooral heel algemene en weinig kwetsbare soorten. Dus met andere woorden, alles lijkt een beetje in die voordelta sowieso van nature al, omdat er veel stormen zijn, er is dus veel getijstroom, windgolven zijn er. Maar ook die vissers zelf, die beroeren natuurlijk ook nog. En als er dan dus een drukvermindering plaatsvindt, doordat de boomkorvisserij weggaat, dan zie je dus dat een aantal algemene soorten, die komen dan wel weer terug. Ja, die eigenlijk toch al sterk zijn in het gebied. Ja, en de zeldzame soorten, de gevoelige soorten, die nemen nog af. Dus er is wel degelijk een effect van visserij. Dat is tenminste wel de conclusie die men nu trekt. Bodemberoerende visserij doet ertoe. Dus als je dan gaat kijken als iedereen dan weggaat, ja, dan zou je zeggen, nou, dan gaat de voordelta bloeien als een roos. Dat is voor een deel een klein beetje aan de gang, maar dat zijn vooral de makkelijke soorten, als ik het zo moet zeggen. Nou, hier zie je dat. Dus die blauwe lijn, daar zie je de toename van de makkelijke soorten. En die rode lijn, dat is dus de lijn van de soorten, ja, die kwetsbaar zijn, die langlevend zijn, die zich traag voortplanten. Dus met andere woorden, die nemen nog niet toe. Dus, en dat verschil van het vertrek bodemdieren biomassa in algemene zin biomassa of aantal soorten, soortenrijkdom in relatie tot wie zijn die soorten dan, dat geeft dus een veel meer en beter onderbouwd beeld dan we hadden bij ons vertrek. Dus we kunnen nu veel meer zeggen. En het is duidelijk geworden dat al die factoren, ook de natuurlijke bodemberoering, maar ook de visserij, wel degelijk een effect heeft. Het is niet makkelijk. En een deel van het verhaal zit hem ook nog in een exoot. Dit zijn een aantal grote meeuwen die eten hier na een storm de grote mesheften. En dat zijn Amerikaanse zwaardscheders. Dat beest dat is dus geëxplodeerd langs de hele Nederlandse kust, maar ook in de voordelta. Dus een heel belangrijk deel van de biomassa die zit in deze zwaardscheders. En dan zou je zeggen, nou, dat is mooi toch, dat is allemaal biomassa, telt allemaal mee. Maar voor zwarte zeeënden bijvoorbeeld, die ervan leven, ja, die moet alleen de allerkleinste hebben, 2 tot 4, misschien 6 centimeter groot. Want dat zijn, nou ja,
zijn degens. Hè? Degenslikker ben je dan als eend. Stel je voor, je gaat naar 8 meter diep en je slikt zo'n ding door, het kraak je in je maag. En dan moet je het daarmee doen. Dus als dat een beetje groot wordt, ja, dan lukt dat niet. En nog een ding, die zwaardschede, die is dus in staat om zich terug te trekken. Dus als zo'n net, een garnalennet of een boomkornet, eraan komt, dan voelt hij dat al aan de trilling. En hups, dan gaan ze allemaal naar beneden. En is het weg, dan komen we weer terug. En alle andere bodemdieren zijn waarschijnlijk sterker getroffen. Ja. En hij doet het dus goed bij een goede visserijdruk. Dus misschien is dat ook wel de reden dat we dus dat gekke verband vinden. Daar waar meer gevist wordt, zit meer bodemdieren biomassa. Als je meet in biomassa's en kilo's en geen onderscheid maakt. Dan zou je dus op een verkeerde spoor zitten. Dus zo zitten er allerlei, zeg maar, gewoon voetangels en klemmen ook aan dat onderzoek. En moet je dus inderdaad wel, zeg maar, van goede huizen komen. Hier zie je nog even die visserij. Bovenin 3 plaatjes in de tijd. Van links naar rechts gaat de tijd. En boven, dat zijn de boomkorvissers. Dus donkerrood, veel boomkorvisserij. Dan zie je dus al dat die voordelta, met name het gebied daarbuiten, op wat dieper water, dat is echt het boomkorvisserijgebied. Maar goed, ze zijn wel verder afgenomen, dat is ook zo. Maar je ziet ook dat het gebied wat bodembeschermingsgebied is gaan heten, daar binnenin, dat was eigenlijk al een hele tijd wit. Dat werd nauwelijks bevist. Dat was al rustig. Ja. Dat was al rustig. Dus dat was voor de onderzoekers een enorm probleem, omdat die dachten een contrast te gaan meten van, nou, daar gaan ze weg en daar gaat het beter worden. Maar dat was niet zo. En daar overheen kwam nog het feit dat de garnalenvisserij, die dus gewoon volledig legaal door mochten vissen, op de een of andere manier dat bodembeschermingsgebied en die kustzone, nou ja, meer zijn gaan waarderen. Dat zijn de onderste plaatjes. Dat zijn de onderste plaatjes. De activiteit van de garnalenvissers. Nou ja, ik zoek de verschillen bij wijze van spreken. Dat is dus een trend precies de andere kant op. Helder. En dat was moeilijk om mee te nemen, maar daar hebben we nu toch wel een goed beeld van. En de mensen, zeg maar, de onderzoekers, schatten nu ruwweg in dat zo'n garnalenvisser weliswaar een minder grote impact heeft, een factor 6 minder dan een passage van een boomkorvisser, maar toch wel een impact. En of dat nou helemaal precies gelijk is, dat is natuurlijk nog de vraag. Maar goed, alles op een rij zetten, dan zeg je van, nou, er is wel degelijk iets aan de hand. Ja. Nou, hier zie je hoe dat gaat met die bevissingen. Hier zie je weer onze punten liggen. En ingezoomd, hier zie je ook de doorgaande beweging. Het is wel mooi om even in te zoomen dat je dit soort vissers niet, die zijn altijd druk. Maar dat kun je ook heel mooi zien op VMS en AIS. Die hebben allemaal kastjes aan boord. Net zo goed als sommige auto's ook die niet gestolen mogen worden. Zo zie je dus de paden van de vissers. Zo kun je ze ook volgen. En dat is een heel belangrijk tool geweest. Je ziet hier in dat rode cirkel of in dat rode vierkant zie je hier een uitvergroting. En hier zie je bijvoorbeeld een garnalenvisser op 1 dag. Ik geloof dat het 12 oktober was. Of 2 oktober, geloof ik. Begin oktober. Ja. Volgende maand. Menno Bart. Zichzaggend. In het kader van ons uurblok 2. Ik wil namelijk dadelijk ook met Sander en Wouter Steeners nog wat dieper in op kansen voor de natuur. Dus breng ons naar je eindpunt. We gaan er even snel doorheen. Hier zie je dus die toename van die garnalenvisserij, met name dat noordelijk deel van dat bodembeschermingsgebied. Wij hebben zelf nog onderzoek gedaan met raaien, zelf proefgevist. Hartstikke moeilijk. Medewerking gekregen van een groot aantal van de vissers, maar sommige vissers gooien de kont tegen de krip en komen toch in je proefvakken. Dat zien we overal, helaas. Mm-hmm. Dat maakt het extra moeilijk. Mm-hmm. Toch een aantal conclusies kunnen trekken. Hier zie je wat er zoal boven komt bij die visserij. Het is dan heel moeilijk om te zeggen, ja, wat is nou werkelijk in 3 jaar tijd? Hè? Dus dan denk je, nou, 3 jaar onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij, dan zie je niet zoveel. Dat neemt veel meer tijd eigenlijk. Dus de bijvangst is best wel pittig. Al doen ze er alles aan om dat ook zo goed mogelijk te reguleren. Maar er gaat gewoon heel veel bijvangst gewoon uit. En de kotters zelf hebben natuurlijk ook een effect, afgezien van de bodemberoering, op, zeg maar, de aanwezigheid. Zwarte zeeënden, die vliegen al op. En dit is nog wel een aardige om mee te eindigen. Niet dat dit nou het Walhalla is voor de voordelta, maar ik denk dat het een hele mooie is. Waar kijken we naar? Je kijkt hier naar een beeld waarvan je zou zeggen, als ik jou vraag waar is dit genomen, dan zeg je misschien iets tropisch. Iets tropisch. Canarische eilanden. Cariben of whatever. Het is natuurlijk ook op een mooie dag gedaan, met weinig troebeling. Maar hier zien we dus een wat ze noemen een biogeen rif, met een wetenschappelijke term. Het is een oesterbank die helemaal van nature is ontstaan in een gebied dat, zeg maar, zo'n 45 jaar niet
of nooit bevist is. Omdat daar stenen lagen bij die Brouwersdam. Een van de afgesloten bekkens sinds 1971. Dus vissers wisten dat en die gingen daar gewoon nog met garnalen, nog met grote boomkorvisserij doorheen. En op de een of andere manier komt daar dan toch een andere ontwikkeling op gang. Die leidt tot dit soort zaken. Nou is dit dicht bij de kust. Het is inmiddels 40 hectare groot. Daar komen platte oesters voor. Hun larven komen uit de grevelingen. Die zijn daar op de percelen nog aanwezig. Die zijn dus met het ebwater gewoon gespuit. Maar die moeten zich dan wel ergens kunnen vestigen. En nadat dan platte oesters, Japanse oesters, maar ook mossels en allerlei wieren gaan zich daarop vestigen, dan krijg je dus een veel grotere structuur dan je daarvoor had. We moeten niet in de val trappen door te doen dat als je geen visserij hebt, dat de hele voordelta zo wordt. Dat zal niet zo zijn. Maar het is wel goed je te realiseren dat dit soort processen een hele lange adem hebben. Dus 15, 20, 30 jaar moet het misschien wel duren, omdat het een gestapelde kansen betreft. Dus beesten moeten zich kunnen voortplanten. Er moeten net geen predatoren zijn. Er moet dan in dat jaar daarop geen storm zijn. En dan moet het niet ook nog steeds een stofzuigerachtige visserij zijn. Nou, dat gestapeld leidt dan in sommige gevallen tot dit soort ontwikkelingen. Super. En het hoeft niet allemaal zo te zijn, maar het kunnen ook zeg maar andere kanten op zijn. Met meer structuur en meer variatie. Om hem af te maken. Ja. Want als er iemand weet hoe je bodemleven meet, hoe je natuur monitort, hoe je dat in de gaten houdt. Een vraag van Hermien die net in de laatste minuten binnenkomt. Want het thema van vandaag is, kijk op tafel, is natuurlijk ook sediment. Ja. Dus je hebt nu uitgebreid laten zien hoe je meet, dat je meet, wat je meet. Ja. En ook vooral de effecten van de visserij, die ofwel die metingen verstoren of wat het effect is. Haar vraag is er naast het effect van de verandering in die visserijdruk ook al iets te zeggen over effecten van sedimentatie richting de verandering van de bodemleven? Of is daar die 15 jaar nog te kort voor? Dat laatste is het geval. Dat laatste we zien wel wat. En plaatselijk is het enorm. Dus dan meet je op één monsterpunt dat er zomaar een meter bij gesedimenteerd wordt. Dat zeggen de vissers ook. Hè. Dus met name in die wereld in het noordoosten, daar wordt het toch wat ondieper. Daar wordt het wat troebeler. Dus daar zijn ook wat Ad net zei, wel doorgaande effecten aan de gang. Maar hoe dat helemaal dan doorwerkt in bodemfauna. Omdat je daar natuurlijk met name in dat Haringvliet mondingsgebied ook nog weer die zoet-zoutovergang hebt. Die maakt het voor ons doel wat ingewikkelder. Omdat je daar natuurlijk ook net een hele andere fauna had. Wij zaten in dat bodembeschermingsgebied echt in het marine deel. Ja. Terwijl de grootste veranderingen waarschijnlijk in dat gebied van de Haringvliet weer nog ondieper. Ja, wat dieper. Helder. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Ik ga toch proberen ons een beetje op tempo te houden, want ik heb nog een aantal gasten die zitten te trappelen. Jij bent helaas niet in de gelegenheid om nog het hele uur bij ons te blijven, dus we nemen bij deze afscheid. Ons dank is groot, Sander, toch? Ja, zeker. Geweldig, dankjewel Menno Bart. Dankjewel. Graag gedaan. Voor jouw inzichten. En ik ga nog één keer onder de aandacht brengen. Hij zat in je presentatie, maar ik heb hem hier ook nog een keer opgeschreven. Als mensen nieuwsgierig zijn naar jullie rapportages en de parallelrapporten, de URL is www.natuurcompensatie-voordelta.nl. Schrijf hem op, natuurcompensatie-voordelta.nl. En daar kunnen mensen dieper in op jullie rapport en bevindingen. Heel graag. Dank voor je aanwezigheid voor nu. Leuk om hier te zijn. Zeker. Ja, succes. Want ik zie al achter jou op een scherm, terwijl jij eraf loopt. Wouter van Stenis, ecoloog bij de afdeling Natuur en Landschap bij Natuurmonumenten. Vanuit die rol adviseer jij door het hele land gebiedsbeheerders. Je vertelde me, je hebt vooral veel verstand ook van de duinen. Welkom Wouter, goedemorgen. Dankjewel. Want Sander, jij zei ja, ik wil ook eens even met Wouter wat dieper in samen op. Oké, we weten nu een beetje wat over die morfologie. We zien wat daar gebeurt. We weten steeds meer over wat er onder water gebeurt. Maar nu, kansen voor de natuur. Ja. Waar hebben we het over? Nou ja, wat kunnen we dus met de natuurlijke ontwikkelingen die we zien? Jij gaf het ook al aan de quote van Ad. Als je weet wat er gaat gebeuren, dan kan je erop inspelen. En ik denk dat dat de kracht is van dat we hier nu over gaan nadenken, ten behoeve van natuurontwikkeling. Hoe kan je dat dan begeleiden om dat te vergroten? En Natuurmonumenten, die zit zelf in de duinen, ook in het noordelijk deltagebied. Die Haringvlietmonding bij Voorne. Nou ja, wat zijn hun ideeën daarbij? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Wouter, vertel eens, want vanuit duin- en sedimentbeheer, waar we het vandaag over hebben, welke ideeën en vragen leverden bij jullie?
Ja, het is een heel breed onderwerp, dus ook heel brede ideeën. Ik ben heel blij met Menno Bart zijn toelichting over dat in de voordelta niet alleen sedimentbeheer en sedimentdynamiek, maar ook juist die visserij een heel belangrijke factor is. Want dat is in onze ogen ook iets waar we echt aandacht aan moeten besteden om de natuur onder water te realiseren. Als je het verhaal van Ad ziet, dan zie je dat er heel veel ook natuur boven water gaat komen, met name voor Voorne en zo. En dat gaat echt hele grote impact hebben voor de veiligheid, voor de economische belangen als recreatie en strandtoerisme en zo. Voor de natuur, er komt een heel groot stuk bij wat geen zeenatuur meer is, maar straks landnatuur. Dus daar zijn heel veel dingen over te zeggen, te voorspellen en vooral ook te bespreken van, goh, als we dan die natuurlijke ontwikkelingen zien, wat denken wij dan dat je moet voorbereiden? Wat voor eindbeeld zie je met alle maatschappelijke organisaties en overheden samen? Ja, ja. Want Sander, we hadden het daar vooraf ook even met elkaar over. Kans voor natuur. Waarom is het belangrijk dat we hier met elkaar over hebben? Wat valt hier te kiezen? Nou ja, ik denk dat het heel goed is om juist te kiezen. Want als je niet kiest, dan loop je achter op de ontwikkeling. En dan krijg je misschien iets wat je niet wil. En juist in de Zuidwestelijke Delta hebben we natuurlijk heel veel deltawaarden die onder druk staan. En nou, die zouden we daar toch best eens kunnen stimuleren of ontwikkelen. Ja. En dat kan op verschillende manieren. Ja, welke keuzes liggen ervoor? Of welke manieren kunnen we naar kijken? Nou ja, volgens mij kan je dus gebruik maken van de natuurlijke ontwikkelingen die je nu ziet. Ja. Die natuurlijke aanzanding, bijvoorbeeld bij die Haringvlietmonding. Nou, daar liggen hele mooie kansen om, als je dat goed begeleidt, om daar ook schorren te creëren bijvoorbeeld. Maar ook watplaten, die ook sterk onder druk staan in andere bekkens. Ja. Je kan ook iets actiever gaan ingrijpen. Ja, en dan is de vraag van hoe ver kan je gaan en wat zou je willen? Ja, een van de voorbeelden, dit is bijvoorbeeld Kwade Hoek. Dat is waar Natuurmonumenten heel bekend is. Volgens mij is dat een van de hele mooie plekken waar je dus die natuurlijke ontwikkeling ziet. Ja. En wat zou je daar op die manier, wat zou je daarmee willen doen eigenlijk? Ja. Dus wat doen jullie daarmee, Wouter? Vertel eens over de Kwade Hoek die we hier zien. Een prachtig gebied waar je natuurlijke uitbreiding van schorren, maar vooral ook van groene stranden, een beetje duinvallei-achtige vegetaties krijgt. Mm-hmm. En zolang dat onder invloed van het getij blijft, dan blijft dat mooi kort. Kunnen ruige graslanden zijn of schorren. Op het moment dat het wat verder opzandt, dan kan het heel snel vollopen met duindorens. En dan krijgen we als natuurbeheerder de keus. Goh, wil je nou dat al die hoge delen duindoren worden? Of ga je daar toch maaien of begrazen om te zorgen dat je ook duingraslandvegetaties krijgt? En ja, dat is een ontwikkeling. We kijken daar bijna jaarlijks naar van goh, hoe ver is het op dit moment? Hebben we gekozen om nog heel weinig te beheren. Maar zeker als het een hele grote oppervlakte wordt en je ziet, joh, we kunnen hier met beheer, wat we in alle duingebieden eigenlijk doen, kunnen we graslanden, duingraslanden behouden. Als we niet beheren, dan wordt het allemaal een duindoren en later bos. Duindorensgewelen en later bos. Dan gaan wij op een gegeven moment kiezen, nou, hier kunnen we die natuurlijke ontwikkeling tot duindorensgewelen en later bos zijn gang laten gaan. Maar op andere plekken gaan we toch ingrijpen met begrazen en maaien, om ook de duingraslanden die internationaal en nationaal heel belangrijk zijn, ja, om die te behouden of te ontwikkelen. Ja, want Sander, je hebt een aantal foto's meegenomen. Hè? Ik zie Verklikkerstrand gaat over, duingras zie ik daar volop. Ja, Verklikkerstrand is een van de, dat is een eiland lager op Schouwen. Daar zie je ook die aanzanding ontstaan, wat je in Kwadehoek ook hebt. Alleen de schaal is compleet anders. En ook de snelheid waarmee het gebeurt en waarmee het gebied ontwikkelt is heel anders. Nou ja, dat heeft Ad natuurlijk eigenlijk wel uitgelegd van nou ja, die ontwikkeling is ook echt anders. Ja. Maar dit is ook wel een van de gebieden van nou kan je hier ook niet schoren en duinvallei-vegetaties verder ontwikkelen. Ja. En kan sediment daarbij helpen? Ik denk, ik weet niet of Ad er nog bij is, maar verbeter me als ik het fout heb. Bij Kwade Hoek zie je heel veel zand wat gewoon vanuit de buitendelta daarheen gebracht wordt. Ik denk dat hier ook relatief veel zand bij zit, wat vanuit de suppletie van de zuidwestkant van Schouwen gebruikt wordt, om die te versterken. Ja, die slaat daar af. En die komt hier voor een deel weer terecht. Dus je zou ook de suppleties aan de zuidwestkant kunnen gebruiken om dit gebied bijvoorbeeld te stimuleren. Kijk, en dan komen we dus op een integraal plaatje. Want dan zijn we terug bij het thema sediment, slim sediment. Dus je zegt, ga nou eens op het moment dat je suppleties ontwerpt, al nadenken met de kennis van Ad en zijn collega's. Waar wil ik uiteindelijk dat zand doen terechtkomen om natuur te creëren? En kies daar dan ervoor, zeg je. Laat dan ook als beleidsmaker zeggen, oké, dit willen we en we gaan dat gebied beschermen. Absoluut. En Ad gaf ook al als voorbeeld de kop van Schouwen.
Ik heb ja, er nog een plaatje een foto van. Ja. Daar is dus de suppletie uitgesteld. Normaal wordt eens in de 4 jaar ongeveer gesuppleerd. Je hebt hier een afslagkust. En wat je dan krijgt als je dus niet suppleert, is dit. De kust die brokkelt af. En je krijgt kerven in je zeereep. En juist door die kerven wordt er heel veel door wind zand naar binnen getransporteerd. Waardoor eigenlijk je duingebied ophoogt. Dus voor waterveiligheid is dat eigenlijk ook positief. Maar ook voor de verjonging van je duingebied is dat heel positief. Als dat eens in de 4 jaar gebeurt, dan zie je dat die ontwikkeling eigenlijk steeds weer neergeslagen wordt. Maar je kan ook erover nadenken om dat in een groter tijdsbestek eens in de 20 jaar op een grotere manier aan te pakken. Dan kan je en stimuleren dat je een tijd lang dit soort ontwikkeling naar het achterland hebt. Ja. Maar ook dat die bult zand die je ervoor legt voor een deel verplaatst kan worden naar de noord- en noordoostkant van de eilanden, zoals bij het Verklikkerstrand. Maar dat is eigenlijk heel interessant. Het voelt als een hele contra-intuïtieve aanpak. Hè? Je gaat eigenlijk een tijdje niet suppleren. Ik geloof, Ad, jij zei dat het was een soort pilot of een ongeluk bijna dat dit is gebeurd. Zie jij dit inderdaad toepasbaar op een grotere schaal? Niet 1 keer in de 4 jaar, maar hop, na 20 jaar, zoals Sander hier zegt? Ja, ik denk het wel. Kijk, suppleren, dat doe je omdat je een bepaald toetscriterium hebt. En ja, als dat criterium een bepaalde waarde uitkomt, dan vul je het gebied aan met zand. Maar als je, zeg maar, door dat heel vaak te doen weet hoe het uitpakt, welke kant dat zand op gaat, hoe snel dat gaat enzovoort, kun je daar mee spelen. Ja. Daarbij moet je natuurlijk wel in de gaten houden dat de veiligheid niet in het geding komt, maar die vaste stelregel van als de waarschuwingswaarde overschreden wordt, dan moet er zand bij. Ja, daar kun je misschien op een andere manier mee omgaan. Ja. En daar zijn deze pilotprojecten heel interessant voor. Want nou, we snappen steeds beter hoe die dingen werken. Die suppleties en waar ze effect op hebben. En ja, door daar slim mee om te gaan, kun je andere doelstellingen gaan bereiken. Dus het wordt steeds integraler. En dat kan dankzij het feit dat we het gewoon steeds beter in de gaten hebben. Ja. Ja, en nu ik jou toch hier groot op het scherm heb, komen we zo terug over de volgende, Sander. Pak even een vraag van Marijn en 9 kijkers die zeggen, ik wil dat ook weten. Ik zie dat Albert stiekem al antwoord heeft gegeven in de chat, maar ik leg hem toch even gauw aan je voor. Marijn die zegt, hoe zou een doorlaat in de Brouwersdam voor het getemd getij in de Grevelingen de sedimentdynamiek in de voordelta kunnen beïnvloeden? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is een vraag die zolang de plannen er zijn, ons bezighoudt. Zelf denk ik dat, zeg maar, de getijveranderingen in de voordelta van de Grevelingen niet zodanig zijn dat de hele morfologische ontwikkeling opeens gaat veranderen. Er zullen ongetwijfeld lokaal effecten zijn, maar ik denk dat het grote plaatje, zoals we dat nu zien ontwikkelen, dat niet heel snel gaat veranderen. En dan heb ik het over de sedimentverdeling. Hè? Dus ja. Wat het doet voor zoet-zoutverdeling en alle effecten op het ecosysteem, is even een ander verhaal. Precies, maar puur vanuit de morfologie, zoals we dat hier noemen. Ja. Ja. Ik ga even terug naar jou, Sander, want je zei, we zijn eigenlijk op een soort schaal van ingrijpen. We zien de eerste plek, ja, daar gebeurt gewoon iets. Dan gaan we op het Verklikkerstrand, daar sturen we al. Bij de kop van Schouwen gaan we gewoon misschien bewust wat dingen laten gebeuren. Maar we kennen ook voorbeelden in de kustwaterbouw dat we met zandmotoren aan de gang gaan. Ja, en dit is dan een van de voorbeelden, is de zandmotor, waarbij er een heleboel zand wel echt tegen de kust aan is gelegd. Dat kan je overwegen, maar je kan ook vooral in de voordelta kijken van, nou, als we zien dat die golfaanval heel belangrijk is en dat die nu meer overheerst in de erosie dan de langswaartse stromen, kan je dan misschien ook niet echt op grote schaal, moet je dat willen, eilanden aanleggen in de voordelta die ons helpen voor waterveiligheid, maar ook die ontwikkeld kunnen worden tot een kwelder of een duinsysteem. Ja. En zeg je dan als natuurbeheerder, doe daar dan gelijk dat vliegveld op? Dan hebben we ook schip aan zee. Nee, dat is dan weer niet zo heel handig als heel veel vogels zitten. Nee, voor nee dat is waar. Het zit elkaar weer in de weg. Kortom, we gaan die hele Noordzee volleggen met eilanden hier bij Zeeland. Nou ja, als zandmotors bij Noord-Holland voor Schiphol. Toch? Nou ja, het zijn wel ontwikkelingen waar je nu op in moet spelen. Van, ja. Nu moet je gaan onderzoeken, van, is dat haalbaar of niet? Ja. Want anders ben je al te laat. En dan zijn misschien heel veel natuurwaarden al verdwenen in de delta, voordat je ze op een andere plek hebt kunnen ontwikkelen. Ja. En dat zou toch zonde zijn? Ja. Mooi. Voordat we maar zo naar een korte pauze gaan. Ja, Wouter, ik wil terug naar jou. Want een van de dingen die ik van jou geleerd heb, is dat je niet zomaar overal zand kan gaan slepen. Er is wat aan de hand met dat sediment voor de kust. Ja, er zijn verschillende dingen aan de hand. Het eerste, even reagerend op wat Sander zegt, eilanden maken. Dan denk ik, ja, het is ook heel belangrijk, een natuur onder water. Dus wij juichen toe wat er van nature gebeurt als je de
ja, we hebben nou eenmaal die dammen liggen. Daar past de natuur zich op aan. Dan wordt het een systeem waarbij de natuur bepaalt waar het zand ligt. Waar hele bijzondere waarden aan zitten. Op het moment dat je dan kunstmatig allemaal eilanden gaat aanleggen, dan zie je heel vaak dat de natuur dat deels helemaal terug gaat draaien. Kijk naar het broedvogeleiland in de Haringvlietmonding, wat binnen een paar jaar helemaal verdwenen was. Was een leuk idee, maar niet houdbaar. En het gaat ten koste van die onderwaternatuur, die ook heel belangrijk is. Dus dat is één ding. Het andere is, als je gaat suppleren, zo'n kustmotor aanleggen, dan is het heel belangrijk waar je dat zand vandaan haalt. Want we hebben een heel subtiele gradiënt van kalkgehalte en andere stoffen van zuid naar noordoost langs de Noordzeekust. Vooral kalkgehalte is in België is het behoorlijk hoog. Dan in de delta is het lager. De vastelandskust van Holland is weer heel hoog. En vanaf Noord-Holland naar de Waddenzee is het heel laag het kalkgehalte. Dus als je dan zomaar zand gaat suppleren van een gemiddelde kalkgehalte, dan niveleer je dat systeem helemaal. Dus het is heel belangrijk, als je met zand gaat slepen als mens, dat je even kijkt dat het zand wat je ergens neerlegt redelijk dezelfde samenstelling heeft als het zand wat er van nature al lag. Ja. En daar is steeds meer aandacht voor, maar er zijn in het verleden is er heel weinig op gelet. Ja, dus belangrijke boodschap om hier in de kennisdag mee te nemen. Ja. Heel technisch ook over de samenstelling van het zand. Ik wil eindigen met een laatste, meer organisatorische vraag van Albert Oost. En ik vind het toch leuk dat Albert online bij ons is. Hij heeft een vraag aan jullie beiden. Sander en Wouter, schrijft hij. Naast de kustvlakten zou het beheer van de opkomende platen niet ook onder het beheer van natuurorganisaties moeten worden gebracht, zodat er een beter integraal beheer mogelijk is? Kort antwoord, Sander. We moeten integraal met elkaar gaan kijken wat we kunnen met die gebieden. En wie dat dan uiteindelijk beheert, nou, dat maakt op zich niet veel uit. Als je maar samen aan tafel Staatsbosbeheer of natuurmonumenten zijn denk ik logische organisaties. Maar laten we als eerst beginnen met integraal kijken hoe we dit kunnen ontwikkelen. En of het zouden moeten. En welke kennisvragen we dan nog hebben. Ja, Wouter? Ja, in de Haringvlietmonding zijn de overheden al iets proactiever bezig. Er is net halverwege het jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend met de provincie, de gemeente en het waterschap. Bedrijfsvertegenwoordigers, natuurmonumenten, Zuid-Hollands landschap, om te kijken van, wat voor ontwikkelingen zijn dat nou? En wat moeten we doen om daarop voorbereid te zijn? Om te zorgen dat alle functies die de kust daar nu heeft ook behouden blijven. Dus volgend jaar wordt er een onderzoek gedaan en dan gaan we kijken met z'n allen wat we daarvoor conclusies uit kunnen trekken. Mooi. Mooie blikken naar de toekomst. Over de toekomst gesproken, ik kijk op de klok en we hebben nog een heel blok te gaan. Daar moeten we aardig voor ombouwen. Maar iedereen is ook toe vast aan een verse kop koffie, misschien wel een virtuele koffie. Dus, ik ga jullie hartelijk danken. Wouter van Steenis, Natuurmonumenten en Ad van der Spek, Deltaris. Dankjewel dat jullie vanochtend virtueel bij ons waren. Sander Terlouw, Staatsbosbeheer. Dank voor het samenstellen van dit rete interessante blok, als ik mag zeggen. Dankjewel. Ik vraag op dit moment aan jullie als deelnemers om ook dat pedagogisch verantwoorde proces op gang te brengen. Je hebt misschien zitten luisteren, maar kom ook even voorover. Wat heb jij nou het afgelopen uur gezien, gehoord, gedacht, waar je iets mee wil, kan of moet? Dat is heel breed, hè? Kan de inhoud zijn van onze presentaties, kan het gesprek zijn. Kan ook zijn iets wat je gemist hebt. Dat zijn jouw eigen gedachten. Schrijf het op. Zowel voor jezelf, want dat betekent dat je er wat mee gaat doen, hopen we. Tegelijkertijd ook voor de samenvatting die we hier van deze dag willen gaan maken. Dus doe dat, terwijl je een verse koffie haalt. Dank voor nu, Sander. En kom, als je het leuk vindt, net zoals in het vorige half uur, nu naar de Zoom hieronder. Hij is weer open. De Koffie Zoom. Klik op de link. Dan ga ik jullie met elkaar in kleine groepjes in contact brengen.